Dit gebouw moet straks vervangen worden door een knoepert van een gebouw, 3 hoog. Op landgoed Endegeest komen een flink aantal nieuwe gebouwen. Een raadsmeerderheid is voor de plannen, maar niet iedereen is er even blij mee. Nou, onze voornaamste bezwaren die richten zich op het feit dat de bouwhoogten van de te verbouwen gebouwen veel te hoog wordt ten opzichte van het kasteel. Dat is 1. Tweede punt is dat de parkeergelegenheid in het gebied die wordt heel erg vergroot. En er komen dus allerlei parkeerplaatsen. Het past hier niet, het is te volumineus. Dat is een opmerking die zie je ook bij veel inspraakreacties. Bijvoorbeeld van de historische vereniging Oegstgeest. Heel duidelijk zeggen van het bouwvolume wordt te groot. En er gaat hier ook te veel zorgwoningen ontwikkeld worden. Wat is daar het probleem van dan? Dat het hier straks helemaal vol staat. En in een breder perspectief dat straks ook dit gedeelte van Oegstgeest straks heel druk wordt met automobiliteit. Met een gebrek aan groen voor mensen, openbaar groen. Er is al eens een wethouder gestruikeld over de plannen met het gebied. De huidige wethouder vindt dat er nu een goed bestemmingsplan ligt. Ik begrijp ook wel, mensen maken zich zorgen. Hè? Want als je ergens een nieuw gebouw neerzet of je breidt een gebouw wat uit, dat je denkt, ja, wat gebeurt er dan met die prachtige bomen die er staan? Wat gebeurt er met het groen? Kunnen we hier nog wel wandelen? Dus dat zijn dingen waar mensen zich zorgen over maken. Maar dat is helemaal niet nodig, want het blijft publiek toegankelijk. De parkstructuur blijft intact. En ik ben er zelf van overtuigd dat juist daar waar we toch wel ook wel met panden die heel slecht onderhouden zijn in de afgelopen 20 jaar, dat er eigenlijk iets moois voor terugkomt.